Soms dan mis ik het oude clubje cliënten. Dat ik begeleidde op de dagbesteding nog voor de coronapandemie was. En een van die cliënten, dat is Ton. En je moet weten van Ton dat hij een verstandelijke beperking heeft. Dat hij op latere leeftijd blind geworden is. Dat hij in een rolstoel zit en dat hij dementerend is. Maar dat is niet altijd zo geweest. Want vroeger toen ging Ton bijvoorbeeld ook wel eens naar het café. En naarmate ik langer met Ton ging werken, begon hij mijn aanwezigheid een beetje te herkennen. En de ene dag was ik dan Lea of Leo of Levo. Maar op een goede dag dan was ik gewoon Levi. En het was begin januari toen ik op mijn dagbesteding aankwam en vroeg aan mijn collega, wat staat er in de agenda? En ze zei, er is een nieuwjaarsreceptie in het eetcafé. Dus ik ben naar Ton toegelopen. En ik zeg, hey Ton. En hij zegt, hey Levi, ben je er weer? Dus ik denk, hey, goeiedag. Ik ben over zijn rolstoel heen gaan staan en ik zeg, Ton, we gaan naar de kroeg. We gaan een borrel doen. Hij zegt, we gaan een borrel doen? We gaan een borrel doen? Nou ja, wie zou er nou niet blij zijn als je nu zou zeggen, hey, we gaan naar het café. En je moet weten, het eetcafé is bij ons de gang door, meteen links. En er was bij binnenkomst voor iedereen een glaasje kinderchampagne. Er waren hapjes, drankjes, nootjes. Er werd Nederlandstalige muziek gedraaid. En iedereen die in de gehandicaptenzorg werkt, of je het nou wil of niet, kan al die liedjes meezingen. En we zaten mooi aan met z'n tweeën. En op een gegeven moment tikte hij me aan en hij zegt, Levi, niet om het een of ander. Maar kan jij niet even een biertje halen? En ja, je begrijpt, in het eetcafé, daar schenken ze alleen koffie en limonade. Want iedereen die in de gehandicaptenzorg werkt, die weet, ze zijn gek op koffie en limonade. Ze zegt, Ton is goed, maar ik moet wel even plassen. Ik ben naar de dagbesteding teruggegaan, want ik wist dat daar nog een paar 0.0 biertjes stonden. En ik kwam bij hem terug en ik zeg, Ton, sorry, het was wel even druk bij de bar. Maar wil je hem uit de fles of uit het glas? En hij zegt, uit de fles natuurlijk. Dus ik geef hem dat biertje, zet het flesje aan zijn mond en heb een slokje. En hij zegt, dat is een lekker biertje. Hij zet zijn biertje neer en neemt een slokje en hij zegt, dat is een lekker biertje. Hij zet zijn biertje neer en neemt een slokje biertje op. 10 seconden later tikt hij me aan en hij zegt, Levi, niet om het een of ander. Maar kan jij niet even een biertje halen? Dus ik zeg, ja Ton, wil je hem uit de fles of uit het glas? En hij zegt, uit de fles natuurlijk. Dus hij zet het biertje aan zijn mond en neemt een slokje en hij zegt, dat is een lekker biertje. En toen zijn biertje op was, toen zei ik, Ton, we gaan een sigaartje roken. Want op speciale gelegenheden, dan gaat Ton altijd een sigaartje roken. Nou, vond ik dit een aardige gelegenheid. En we stonden buiten en ik zeg, Ton, je bent toch niet dronken, hè? Hij zegt, nee, ik ben niet dronken, hoor. Ik ben nog niet dronken. Zegt Ton, niet om het een of ander. Maar het lijkt me verstandig dat ik straks naar huis rijd. Waarop hij me aankijkt met een teleurgesteld gezicht en zegt, Levi, je gaat mij toch niet vertellen dat jij aan de cola zit? En ik heb het maanden daarna nog aan hem gevraagd van, Ton, wist je nog dat we naar de kroeg gingen? En dan zei hij, ja, dat was met nieuwjaar, toch? En zo af en toe, dan kom ik hem tegen. Dan kan ik het niet laten om een praatje met hem te maken. En dan ga ik op 5 meter afstand van hem staan. En dan zeg ik, hey, Ton. En dan zegt hij, hey, wie ben jij? Dan zeg ik ben Levi, Ton. Dan zegt hij, kennen wij elkaar? Dan zeg ik, ja, wij kennen elkaar. Van de kroeg.